Goedemiddag allemaal. In dit filmpje wil ik jullie het een en ander vertellen over tijdcode in de MA2. En allereerst, wat is tijdcode eigenlijk? Tijdcode is een kloksignaal wat verstuurd wordt. En met dat kloksignaal kan je dingen triggeren in de lichttafel. Dan kan je bijvoorbeeld zeggen dat bepaalde playbacks, bepaalde executors op een bepaald tijdstip wat moeten gaan doen. Wat is het voordeel van tijdcode? Met tijdcode kan je meerdere disciplines synchroniseren. Dus als je bijvoorbeeld een eindshow hebt van een dansfeest, kan je bijvoorbeeld zeggen, de pyro moet op klok 14 uur, 24 minuten en 3 seconden, moet de pyro wat doen. De lasers moet ook wat doen. En 2 minuten later of 2 seconden later moet het licht ook wat gaan doen. Dus je kan alle dingen die moeten gebeuren, kan je op zo'n kloksignaal kan je synchroniseren. En het voordeel daarvan is dat je alles kan voorbereiden in de studio. En tijdens de show zelf zet je de tijdcodegenerator aan, dus de klok zet je aan. En op dat moment lopen alle apparaten die daarop aangesloten zijn, lopen met de tijd mee. En spelen hun voorgeprogrammeerde show af op bepaalde momenten in die tijd. Nou, misschien even goed om te laten zien hoe dat werkt. Tijdcode kan op twee manieren verzonden worden. Kan via MIDI. En via de MIDI-connectoren. Of het kan analoog verzonden worden. En in dit filmpje ga ik jullie laten zien hoe het via MIDI gaat. En dat doe ik door middel van Reaper. Reaper is een multitrack programma. Daarmee kan je audiotracks opnemen. Maar daarin kan je ook met tijdcode werken. Nou, als we met Reaper aan de slag gaan. Ik heb al één track waar audio in staat. Als we tijdcode willen gaan versturen in Reaper, moeten we nog een tweede track aanmaken. Even inzetten, een nieuw track. En op die tweede track wil ik een tijdcode generator afspelen. Dus inzet een tijdcode generator. En die mag wat langer zijn. Het is wel leuk als het natuurlijk het hele nummer duurt. Dat is niet halverwege het nummer je tijdcode oplossing ophoudt. Dus ik heb nu een tijdcode generator in een track gezet. Nou, als ik het aanzet en af ga spelen, dan hoor je best wel een rare piep. De tijdcode die je nu hoort, dat is SMT tijdcode. Dat is een analoge tijdcode. En die kan je via een audiokabel versturen richting bijvoorbeeld je lichttafel. En je lichttafel kan dat weer decoderen naar de tijdcode. Wij willen zelf dingen gaan versturen via MIDI. Dus wat moet ik daarvoor doen? Allereerst moet ik ervoor zorgen dat ik binnen mijn computer MIDI kan versturen. En daar heb ik een MIDI loopback adapter voor nodig. Hetzelfde als een 127.0.1, de netwerk loopback adapter die in je computer zit. Zoiets hebben we ook voor MIDI nodig. En degene die ik ga gebruiken is LoopMIDI. Dat is een gratis programmaatje waarmee je, de naam zegt het al, MIDI kan loopen in je computer. Dus ik kan MIDI uitsturen vanuit Reaper. En dat kan ik in de MA2 weer binnenhalen. En dan kan je met een aantal poorten doen. En er zijn uiteraard meer programma's die dat kunnen. Dus LoopMIDI ga ik gebruiken om MIDI te versturen vanuit Reaper en uiteindelijk de MA2 in. Nou, wat moet ik daarvoor doen? Allereerst moet ik in plaats van analoge SMT tijdcode, moet daar MIDI tijdcode van maken. Dus even rechts klikken, item properties. En hier onderin kan je bij properties, kan je in plaats van SMT of ook wel LTC genoemd, kan je MIDI tijdcode versturen, MTC. Als je tijdcode gaat versturen, dan worden de secondes worden onderverdeeld in frames. Dus die worden niet in 100 seconden onderverdeeld, maar een aantal frames. Dat komt uit de film-videowereld vandaan. En die frames kan je instellen tussen de 24 en de 30. En 24, 25, 30 zijn de gangbare waarden daarvoor. Het belangrijkste is, als je met tijdcode gaat werken, zorg dat je zender en ontvanger op dezelfde frame rate staat. Anders gaat het een beetje hikken. Dus ik stel hem hierin op 30 frames per seconde. Dus elke seconde is nu onderverdeeld in 30 frames. En dat gaat dus op de uitsturen. Klik op oké. En hier weer op oké. Nou, om MIDI te versturen vanuit Reaper moet ik sowieso zorgen dat die Loop MIDI als MIDI out device is geconfigureerd. Nou, die zit in je preferences. Dan heb je MIDI devices. Hier zie ik mijn Loop MIDI port al staan bij de outputs. En rechts klikken erop en enable. Dan is hij in ieder geval geactiveerd. Dat moet ik doen. En als laatste nog, bij de track waar de tijdcode generator in staat, moet ik bij de routing moet ik ook die MIDI uitsturen. Dus ik heb een MIDI hardware output en moet ik Loop MIDI uitsturen.
Nou, op het moment dat ik nu de track laat lopen, gaat hij MIDI tijdcode sturen. Nou, aan de kant van Reaper heb ik nu alles goed. Ga ik aan de kant van MA kijken. Wat moet ik daar allemaal regelen? Als eerste moet je zorgen dat die loop MIDI ook weer bij de MA binnenkomt. Nou, waar doe je dat hier in OnPC? Op het gele bolletje, opties. Bij MIDI heb je tablet MIDI, heb je MIDI in autofaces. En daar kun je kiezen inderdaad tussen alle MIDI in poorten die je hebt. In dit geval loop MIDI. In de MA kan je in totaal 8 tijdcodebronnen binnenhalen op verschillende manieren. Dus je zou tegelijkertijd SMT, dus analoge tijdcodesignaal, binnen kunnen laten komen. Of een MIDI tijdcode. Dit zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je, nou, stel dat je een band hebt en een stukje tijdcode staat op de multitrack bij de geluidsman. En een stukje MIDI tijdcode komt bijvoorbeeld bij de drummer vandaan. Dan zou je meerdere inputs voor je tijdcode kunnen gebruiken in MA. Nou, waar kan je zien? Als je naar setup gaat, netwerkconfiguratie. Nou, ik heb nu een OnPC setup. Daar zie je hier de SMT timecode. Dus dat is analoge tijdcode. Je ziet hier in slot 1. En MIDI tijdcode zit in slot 2. Nou, eventueel kan je dat nog veranderen naar een van de andere 8 als je het wilt. Dus MIDI tijdcode hier van slot 2. Moeten we even onthouden. Ga ik deze weer wegklikken. Als je met MIDI aan de slag gaat, MIDI tijdcode, vind ik zelf altijd wel fijn om die MIDI tijdcode te zien. Dus ik ga even op een leeg vakje en ik doe bij Adder doe ik een klok. Nou, dit is nu mijn tijd van de computer, maar ik kan hier ook timecode binnenhalen. En dan van, ik zal even kijken of ik hem iets groter kan maken. Dus ik kan hier tijdcode binnenhalen, in dit geval van slot 2, want dat was mijn MIDI tijdcode. Dus als ik nu terug ga naar Reaper, laat tijdcode lopen, dan zie ik hier ook tijdcode verspringen. Nou, dit is al een goed teken. Dat betekent dat het in de MA binnenkomt. Nou, het is altijd fijn inderdaad om zo'n klok bij de hand te hebben. Dan weet je in ieder geval wat er aan tijdcode binnenkomt. Dat vind ik zelf wel fijn. Wat hebben we nog meer voor MIDI tijdcode nodig? Ik klik weer even op leeg vakje en op mijn pools. En dan ga ik naar mijn timecode pool toe. Hier kan ik meerdere timecode pool elementen kan ik opnemen. En wat houdt er nu in? Ik zou kunnen zeggen dat ik op hetzelfde stukje tijdcode, dat ik daar verschillende dingen op opneem. Stel dat je bijvoorbeeld, stel dat je met een band meegaat. En de band speelt ene keer speelt die een disco set, maar met dezelfde nummers. En de tweede keer spelen ze meer een rock set, ook met dezelfde nummers. Dan kan je hetzelfde stukje tijdcode, kan je meerdere van die pool elementen kan je opnemen. En dan kan je ze ook apart aan en uitzetten. Wat je in de praktijk heel vaak ziet, is dat iemand voor een band voor elk nummer een apart stukje tijdcode maakt. Zo'n apart pool element. Zodat je een beetje ziet welk nummer aan het spelen is en welke tijdcode binnenkomt. Nog een tip als je met tijdcode aan de slag gaat. Als je dan verschillende nummers op tijdcode zet, maak dan een onderscheid tussen nummers. Dus laat bijvoorbeeld nummer 1 beginnen op uur 1, nummer 2 beginnen op uur 2. Dan heb je een duidelijk onderscheid. En als laatste nog, tijdcode heeft altijd even nodig om te synchroniseren. Dus zorg er altijd voor dat voordat er wat begint in de muziek, dat je een paar seconden hebt waarop de lichttafel kan synchroniseren met de tijdcode. Want als je gelijk met het besturen van tijdcode allerlei dingen moet gebeuren in de lichttafel, kan het zijn dat je net te laat bent. Dus zorg er altijd voor dat de tijdcode een paar seconden loopt voordat de dingen in je lichttafel moeten gebeuren. Nou, ik heb hier zo'n tijdcode element, daar ga ik wat opnemen als demonstratie. Dus rechtsklikken, kun je hem editen. Nou, ik zal deze even wissen. Even kijken of die track functions. Delete, current track. Ik moet sowieso zorgen dat die ook weer naar de goede tijdcode lijst zit. Dus als ik op het gele bolletje klik, kan ik zeggen van nou, welk tijdcode slot wil je doen. Je kan sowieso alvast van tevoren met een intern tijdgenerator kan je dingen opnemen. Maar in dit geval ga ik hem aan slot 2 hangen. Dat is mijn MIDI timecode. Hier kan je nog een aantal opties instellen. En zorg er ook voor dat je time unit dat het gelijk is aan de frame rate van je MIDI timecode. In dit geval 30 frames per seconde. Ik kan deze wegklikken. Ik druk hier op opnemen. Dan staat hij klaar om dingen op te gaan nemen. Nou, in principe kan ik zo meteen als de muziek gaat lopen, kan ik dingen gaan opnemen in mijn lichttafel. Nou, ik zal even laten zien hoe dat eruit ziet. Dan ga ik alvast naar
naar mijn executors toe waar een paar playbacks staan. Dus ik start mijn muziek. En dan ga ik hier een aantal executors uit doen. Nou, hier heb ik een aantal executors opgenomen en in mijn tijdcode zie ik nu die executors terugkomen. Ik zet opnemen zeker even uit. En al deze puntjes hier, dat zijn dingen die gebeurd zijn in mijn tijdcode. Nou, zoals je ziet kan je ook fadebewegingen kan je in je tijdcode zetten. Het ingewikkelde van fadebewegingen is natuurlijk wel van hoe ga je dat nog fatsoenlijk editen. En dit zijn allemaal, dus een klein beetje inzoomen, dit zijn allemaal Go dingen geworden. Dus hier hebben we nu wat tijdcode dingen opgenomen. Nou, die kan ik uiteraard ook editen. Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen van deze go-to is het volgens mij. Dus hier aan de rechterkant heb je ook nog een view waarmee je een soort tabelvorm kan zien. Dit is go-to Q2 op die executor. Die kan ik met encoders kan ik die naar voren en achter schrijven. Dus ik kan zeggen, nou hij is net iets te laat, dus ik wil hem eigenlijk iets meer naar voren hebben. Of ik wil een hele set, wil ik meer naar voren hebben. Ik wil deze 3. Wil ik eigenlijk iets eerder. Op zo'n manier kun je je tijdcode editen. En als ik weer af wil spelen. Ik zet hem op play. Ik ga weer naar Reaper toe. Nou, nu zie je tijdcode lopen. Klein beetje uitzoomen. En hier zie je de dingen geactiveerd worden. Op de tafel. In dit geval de eerste executor die getriggerd wordt. Nou, dit is nog de eerste executor. Ik zal de fadebeweging weer even laten zien. Nou, op deze manier heb je een stukje van je show op tijdcode gezet. En wat ik zelf het handigste vind, als je met tijdcode gaat werken, is ga eerst je show live tikken. Dus dat al deze dingen erin staan, al die go-to's en alle dingen die je flasht en noem maar op. En ga daarna pas de dingen mooi op tijd zetten. Want als je al die flash dingen, al die go-to dingen, als je het allemaal met hand erin moet gaan zetten, dat kost best veel tijd. Dus tik gewoon een keer live mee met het nummer. En zorg daarna voor dat alles op de goede tijden gebeurt. Kan ik nog meer vertellen over tijdcode? Nou, voor mij was dit het belangrijkste wel. Op deze manier kan je tijdcode je MA2 binnenhalen. En op deze manier kan je ook tijdcode opnemen. Nou, ik heb nu één nummer gedaan. En je zou het voor alle verschillende nummers, zou het van de verschillende tijdcode elementen zou je op kunnen nemen. Om het voor jezelf overzichtelijk te houden. Dat was het over tijdcode.